We hebben dit keer een speciale aflevering opgenomen tijdens het jaarcongres van de betaalvereniging. En dat ging dit jaar over toegankelijkheid. Je hebt toegankelijkheid aan de toonbank, mensen die niet kunnen pinnen maar wel contant willen betalen. Maar je hebt het ook over de digitalisering en de toegankelijkheid van bijvoorbeeld websites en internetbankieren en de bankieren apps. Dat zijn hele verschillende dingen en er zijn verschillende groepen mensen die daar soms problemen mee hebben. Het is soms heel lastig te zien hoeveel cijfers je hebt ingevoerd. Dus het kan al zo zijn dat je een extra nul invoert en dus veel te veel betaald. Dat is echt heel gevaarlijk. Ik ben van de PIN. Men noemt mij wel VIN PIN. Zoveel mogelijk mensen moeten zelfstandig aan het betalingsverkeer kunnen deelnemen. Ja. En dat dan het gesprek over de moeder heen wordt gevoerd met. Dat soort kleine dingen moet je zorgen dat de mensen die ervaringsdeskundigen zijn, de blinden en de slechtzienden, dat die betrokken worden bij het testen. Je kan maar beter zo snel mogelijk beginnen, liever gisteren dan vandaag.